Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg heeft vandaag de drive-thru COVID-swap gelanceerd op haar terrein aan de Rode Kruislaan. Een ieder die COVID-symptomen heeft, kan zich tot en met vrijdag laten testen bij de drive-thru COVID-swap. Rajesh Ori, waarnemend directeur van BOG, zegt dat vandaag 22 personen zijn geswapt. Meer mensen hadden zich aangemeld, echter worden alleen personen geswapt die voldoen aan de case-definitie. Ori zegt dat het BOG op diverse manieren probeert om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo wordt nog steeds aan contact tracing gedaan. Dat zijn dus de contacten van besmette personen die dan in thuisquarantaine worden geplaatst. Als de thuissituatie het niet toelaat, worden de mensen in samenspraak met NCCR in overheidsquarantaine geplaatst. Verder worden mensen die uit Nederland komen in thuisquarantaine geplaatst en telefonisch gemonitord. Ori geeft aan dat na vrijdag de drive-thru swab geëvalueerd zal worden. Dan wordt bepaald of deze testmethode gecontinueerd zal worden.